Breda Nu. Je weet het meteen. Ik wil graag even u allen aandacht. Afgelopen vrijdag is Wim 100 jaar geworden. Een uiterst respectabele leeftijd. Die heugelijke gebeurtenis willen wij als Brits Club, waar jij al jaren deel van uitmaakt, natuurlijk niet zomaar verloren laten gaan. Namens alle leden van de Brits Club en ook namens de mensen die altijd achter de bar staan, dus Gerard, en Ineke, wensen wij jou van harte geluk met het bereiken van deze unieke mijlpaal. Tevens hebben Gerard en Ineke, zijn zo leuk geweest om een glaasje Prosecco CQ Jus d'Orange aan te bieden. Wim, je ziet ook dat er iemand is die een opname maakt. Dat is van Breda Nu. En een mevrouw zal ook even een interviewtje willen afnemen met jou. Als eerst van harte gefeliciteerd met uw 100ste verjaardag. Wat is het geheim om zo gezond nog oud te worden? Nou, om adem blijven halen. Anders houdt het op. En verder nog speciale geheimen of niet? Nee, die heb ik niet. Gezond leven. En niet te veel stilzitten en voortgaan. En wat vond u van deze verrassing? Dat vond ik reuze leuk. Ja, heel speciaal. Ja. Vond ik heel leuk. Ja. Ik heb veel aandacht gekregen met deze dagen. Ik heb al 3 feestdagen achter de rug. Ja. En uw prins al behoorlijk lang? Hoe lang ongeveer? Oh, dat is wel een 30, 40 jaar hoor. Ja. Ja. En waarom Britje? Dat is goed voor het hoofd, voor de hersens. He, je leert goed onthouden, de kaart onthouden. En het is goed voor de hersens om voor jong te blijven. En dat probeer ik nog steeds. En wint u ook vaak? Ja, ik vind, doe het heel graag. Dan kunnen ze me 's nachts voor wakker maken. Dus dat is ook fijn. En wint u ook nog heel vaak? Niet meer. Vroeger deed ik bijna alle dagen, maar dat is niet meer. Ik doe het snel nog 1 keer in de week. Hier.